planeet is onderhevig aan allerlei natuurlijke cycli. Je hebt ijstijden, je hebt interglaciale, dus periodes tussen ijstijden waarin het wat warmer wordt. Dat het dus over een periode van 100 jaar, 150 jaar gemiddeld net ietsje warmer is of net ietsje kouder. Dat is een normale ontwikkeling en dat hoeft helemaal niet ten eerste door de mens te komen. Dat weten we helemaal niet. En ten tweede is dat helemaal niet erg. CO2 is geen vervuiler. CO2 is voedingsstof voor planten en bomen. Dus als er meer CO2 is in de atmosfeer, dan komen er meer planten en bomen. Dan wordt het groener. Het wordt ook groener. De planeet is al 15% groener dan 50 jaar geleden. Dus het is alleen maar goed. En er is ook nog voor honderden jaren aan olie en gas en kolen. Dus dat raakt ook helemaal niet op. Het is helemaal niet, het is onzin dat bijna op is of zo. Het is echt van A tot Z. Het hele verhaal is kolder.